Well, the what? It's a black leather thing with a strap. You mean a purse? Yes, a purse. I carry a purse. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb voor de Arab-kijkers, dat zijn eigenlijk de meeste op mijn kanaal, merk ik. Ik heb nieuwe smaken besteld, daarover later meer. Kijk even, blijf even kijken tot het eind van de video, dan vertel ik daar meer over. Deze video gaat over Seinfeld. Een bekende serie uit de jaren 90. Heeft 9 seizoenen gedraaid. Ongeveer 20 afleveringen per seizoen. Steeds een minuutje of 20, lekker kort. En ja, ik was een heel groot fan vroeger. Dat was toch uit de tijd voor de oudjes, hè? Video. Ik nam ze altijd op video. Ik had heel veel banden vol met Seinfelds. Na de hand werden dat dvd's. En ik heb nog ooit in een weekblad gestaan, de Actueel. Dat is echt al heel lang geleden. En toen had ik nog haren en krullen en zo. En hebben ze mij over Seinfeld geïnterviewd. En omdat ik een Seinfeld website had gemaakt, had ze een artikel over mensen die websites maakten over hun favoriete tv-serie. In die tijd waren er nog bijna geen websites, dus dat was wel, wel leuk. Dus mijn vreugde was groot dat ik als nieuw Lego-fan een Seinfeld-box ontdekte. Hij is mensen al 2 jaar uit, maar ik had hem gewoon nog helemaal niet gezien. Ik heb hem besteld in Italië bij Amazon en daar was hij €49. Hij kost in Nederland tussen de €60 en €80, iets duurder. Gewoon bestellen in het buitenland zou ik zeggen, want het is maar €6 verzendkosten en hij is binnen 2 dagen heb je de doos in huis. Dus ik zou die €20 mooi in je zak steken. Ja, Seinfeld. Ze hebben het appartement nagebouwd voor de liefhebbers. Die kennen het al natuurlijk. Voor de niet-Seinfeld-kenners. Het speelt zich af in New York. Voornamelijk in het appartement van Jerry Seinfeld zelf. En nog wat standaardplekken in New York. Een restaurantje. Het zijn eigenlijk hele alledaagse verhalen over mensen in de stad. En waar ze zich aan storen en ergeren. Wat ze leuk vinden. En heel kort en krachtig. En het is eigenlijk een show die nergens over gaat. En dat noemen ze zelf ook, hè, de show about nothing. Dus ik zal even kijken wat er in de doos zit. Uiteraard een Seinfeld boekje. Met de personages, hè. Kramer, George Costanza, Elaine, Jerry en Postbode Newman. Daar hebben ze ook een klein beetje verder weggezet, zie ik, want hij hoort er eigenlijk niet echt bij. Hij komt regelmatig in het beeld, maar hij hoort er eigenlijk niet bij. Maar hij is wel heel erg grappig. De typische jaren 90 vormgevingen. Primaire kleurtjes, driehoekjes. Alle personages apart nog een keer beschreven. De ontwerper van de set, Brent. Dankjewel, Brent. Nog wat Lego designers die hun best gedaan hebben. Ook dank. En dan de instructie. En dat is een behoorlijke pil. Dus ik ga daar een aparte video van maken van het bouwen. Ik ga hem nu niet in elkaar zetten. Dat is echt een intro filmpje. Heb ik een stickervel zelfs voor in het appartement. Ik zie koelkaststickertjes, ik zie schilderijtjes, grappige dingetjes, dus ik zou zeggen, blijf kijken, abonneer je, druk op dat belletje, dan weet je gelijk wanneer ik die andere video line heb gezet. Hè. Je krijgt gewoon een pop-up van YouTube en je kunt alles laten vallen en even relax mijn video gaan kijken. En dan is de dag gewoon wat leuker en alles gaat inderdaad beter, dus doe daar gewoon. Abonneren. Ik zit op de 160 abonnees inmiddels. Het schiet er lekker op. En ik wil nog steeds voor het eind van het jaar de 1000 halen. Dus met jullie hulp komt dat helemaal goed.
Ja, zoals ik zei, ik maak een speedbeeld van het bouwen. Dat is anders zo'n lange saaie video van 4 uur lang of zo. Dus ik ga hem in elkaar zetten zo, maar dat film ik apart. Er komt een aparte video van. Erp komt een nieuwe. Er is een nieuwe smaak online. Orange. Een limonade-achtige, ik denk Fanta-achtige smaak. Ik heb hem al besteld. Ik kon hem pre-orderen bij Erp, dus ik heb hem gelijk besteld. Ik heb ook de smaken besteld die jullie in de comments hebben gevraagd om van mij die ik wil testen. Dus die komen ook aan. Ik heb een schoonmaakset besteld voor de fles. Dus er komt ook nog een Erp video aan. Dus abonneren, belletje. En je mist helemaal niks. Bedankt voor het kijken en houd in de gaten voor de speedbeeld van Seinfeld. Tot de volgende keer. This is so f***ing good. Jerry? Oh, I'm sorry.